En als ik naar de VVD-site ga, dan zie ik het volgende staan op een longread over alle keuzes die men maakt. Maar dan staat er, financiële degelijkheid vinden wij ontzettend belangrijk. Net als ieder huishouden in Nederland, een beetje mijn vertaling, moet de overheid zijn zaakjes ook op orde hebben. Nou, zo ken ik de VVD en dat verwacht ik ook van ze. Maar als ik dan nu de Raad van State zie zeggen dat ze zich bezorgd tonen over de overheidsfinanciën, dat het zelfs in deze tijd van hoogconjunctuur eigenlijk niet goed gaat, dat we straks volgend jaar naar een tekort van 0,4% van het bruto binnenlands product gaan, ja, dan heb ik het gevoel dat het toch moet knagen bij de VVD.